Hey allemaal, mijn naam is Mara Stoffels en ik ben vandaag op weg naar de proeflezers. De twee proeflezers die als eerste van heel Nederland en België mijn nieuwste boek mochten lezen, Ik zie het tussen de wolken. Vandaag ga ik eindelijk horen wat ze daarvan vonden, dus let's go! Maar geen ingewikkeld. Hi, Bart Buijzer. Hey, hoi. Goedemiddag. Hey, tof. Kom verder. Nou, we gaan naar de eerste proeflezer, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik zit aan tafel bij Brechtje en we hebben net heerlijke cake gehad en bonbons. En ik ben al even wakker, dus dat was een heerlijke tweede lunch eigenlijk. Brechtje heeft het boek uit. Ja, binnen 3 dagen inmiddels. Binnen 3 dagen, wauw. En heeft er verder iemand in huis hem ook al gelezen? Heeft iemand het manuscript al te pakken gekregen? Ik ben heel zuinig op. Ik zelf, het is van mij. Niemand mag het lezen. Okay. Maar mijn moeder heeft het een paar begin gelezen, een paar stukken. Ja. En voor de rest eigenlijk niemand. En wat ging er door je heen toen je hoorde dat je proeflezer mocht worden? Ik was heel blij. Hoe ging dat? Op Instagram. Zeg maar, ik had volgens mij 's avonds of 's middags een berichtje gestuurd. En dan word je 's ochtends wakker en dan heb je zo'n melding van Mara Stoffels, heeft je een reactie genoemd. En dan denk je, oh god. kan nooit goed zijn, dacht je. Nee. En dan komt er ineens dat besef zo van, oh, ik mag ineens dat boek gaan lezen. En dan, ik heb al een paar vloggels gezien, dat ze met mensen thuis komt. Ja. Ze komt ook hier. Oh, is echt heel blij. Ik denk eigenlijk dat het grotendeels ook gaat over jezelf ontdekken. Van, wie ben ik? En ook van, wie vind ik leuk en wat vind ik leuk? Wat zijn mijn hobby's? En gewoon je eigen personaliteit ontdekken. Welk personage uit het boek zou je wel in het echt willen kennen en waarom? Ik denk Jasmijn. Ondanks dat ze in het begin van het boek niet echt als het leukste personage overkomt, leer je haar door het verhaal heen wel steeds meer kennen. En zie je ook dat het een heel bijzonder meisje is. En ook wel veel pit en zelfvertrouwen. Je durft ook al voor haar mening uit te komen en zo. Ja. Vond ik echt een van de leukste personages. Nee, eigenlijk, alle scènes die sluiten ook eigenlijk wel goed op elkaar aan. Want het is een lekker doorlopend verhaal. Ja. Dus het leest ook gewoon als een sneltrein eigenlijk. Ja. Het is trouwens de mening van Brechtje en misschien wel extra belangrijk. Want Brechtje schrijft zelf ook boeken. Vriendschap in gevaar, dames en heren. Met een foto. Mag ik die laten zien? Jawel. Zoek de verschillen. Dus wie weet over een paar jaar. Hopelijk wel. Dan zit ik waar jij nu zit. En dan zit je bij mij aan de tafel. En dan heb ik jouw boek in mijn handen. Dat heb ik wel heel gaaf. Ja? Ja. Mag ik jouw boek proeflezen als je schrijver wordt? Zeker weten. Dat staat vast. Okay, dus ik zat in de aula met mijn vriendinnen en die wisten allemaal zo van, oh ja, ze leest dat boek, dus we moeten haar niet lastig vallen nu. En ik begin en zo van, oh nee, nee, niet, nee. Was dat bij het stukje dat ik denk dat het is? Ik denk het wel. Ja. Je zegt codetaal. Ja. 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 Dat stukje. Oh. Nou, ik zat in de aula, al die vriendinnen kijken me zo van, wat is er gebeurd? Wil je erover praten? Ik zo van, nee, nee, nee. Dus, ik moet zeggen dat ik tijdens het schrijfgegeven ook wel echt dacht bij dat stuk van, dit wil ik niet. Nee, ik zat echt zo van, maar wat doe je me aan? Ja. Heb je gehuild tijdens het schrijven dan, of niet? Heb ik gehuild tijdens het schrijven? Ja. Ja, dat kan haast niet anders. Ja. Ik vond het gelijk in het begin al heel heftig. Ja, want je beschrijft ook zo goed wat er door zo'n meisje heen gaat. Ja, ja. Dan denk je echt van, oh god, waar moet dit naartoe als dit nu al bloot wordt gegeven, zeg ja, maar. Ja, klopt. Welke thema's uit het boek grepen jou het meest aan? Ik denk wel het geheim van Laure, zeg maar. Oké. Okay. Hallo. Hallo. Hi. 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 Er komt nog een broer binnen. Ja. Ik geef het boek van Mare een 9. Bij Marley op de bank, weer in de tuin. We hebben echt heel goed getroffen met het weer, want het zou heel hard gaan gieten, maar dat is niet gebeurd. Marley heeft ook het boek gelezen, Ik zie het tussen de wolken. En heb je hem al uit eigenlijk? Ja. Hoe snel had je hem uit?
heel snel. Ja, ik had toetsweek, dus dat was dan, zeg maar, van tevoren moest ik leren. Maar toen was het zo mooi weer, dus heb ik in plaats van leren, heb ik het boek gelezen. En elke keer als ik het toets af had, dan had ik hem mee naar school genomen. En als ik het toets klaar had, en ik had nog tijd over, dan ging ik lezen. En heb je de toetsen wel goed gehaald? Of? Ja. Oh, gelukkig. Dus ik krijg geen boze mails van leraren en zo. Wat ging er door je heen toen je hoorde dat je proeflezer was? Hoe ging dat? Hoe hoorde je het? Zeg maar, ik zag het gewoon van, Mara Stoffels heeft jou genoemd in een reactie. En ik dacht, hè? Dus toen ging ik kijken en dacht ik, hè? Dit kan niet kloppen. En toen heb ik een screenshot naar mam gestuurd. Van, kijk eens. Zou je kunnen vertellen waar dit boek volgens jou over gaat? Over een meisje dat zichzelf pijn doet om emoties kwijt te raken. Ja, dan moet ze voor een stage naar het ziekenhuis. En dan ontmoet ze een jongetje waar ze uiteindelijk een hele hechte band mee krijgt. En met Jasmijn wordt het steeds, zeg maar, een puzzel met wat ze voelt. En... Wauw, goede samenvatting. Ik ga jou voortaan inhuren als ik dit soort vragen moet beantwoorden. Welk personage zou je in het echt wel willen kennen en waarom? Jasmijn. Ook al? Die ja, oprecht je ook. Ik vond haar wel een bijzonder meisje. Ondanks dat ze ziek was, dat ze nog zo kracht heeg en zelfverzekerd was. Wie zou dit boek volgens jou moeten gaan lezen? Ja, voor wie is dit geschikt? Voor rond de meisjes die groep 8, brugklas en ja, tot de tweede, derde klas. Want hoe oud ben jij? 12. Oké. Bijna 13. Bijna 13. Wat was jouw favoriete scène uit dit boek? Het einde. Vooral de laatste pagina waar je eigenlijk erachter komt wat Laura echt gaat doen, waar ze voor kiest. Ik heb meestal natuurlijk een beetje open eindes, vond je dat nu ook? Ja, maar dat is wel leuk, want dan ga je zelf nadenken van wat zou er nog kunnen gebeuren, wat gaat er gebeuren en hoe gaat het verder. Jij wordt nooit boos van mijn eindes. Nou, soms vind ik het wel irritant, want dan denk ik van, hoe loopt het nou af? Ja, dat hoor ik heel vaak. Dan ook. Ja. Nou, gelukkig had je dat nu niet. Welk thema of welke thema's uit het boek greep jou het meest aan? Ja, toch wel dat het iets met eigen psychisch problemen had. Dat ze zichzelf per se moest snijden. Romantiek, zeg maar de liefde. En dat het toch ook weer een soort van ziekte in zit. Die alles omgooit. En de hele tijd in de weg zit. Ik geef het nieuwe boek van Maren 8,5. En dat was het dan alweer. Ik ben onderweg naar huis. Ik ben vanochtend om 8:30 vertrokken. Het is nu 7:30 in de avond. De zon schijnt nog een beetje. Het is super lekker weer. Het was echt een hele gave dag. Ik wil bij deze echt Marley en Brechtje en hun families heel erg bedanken voor de gastvrijheid. Super lekkere cake en bonbons. En ik had bijna met Marley ook nog mee kunnen eten. Dus het was echt te gek. Dank jullie wel daarvoor. En jullie maken mijn baan als schrijfster helemaal de moeite waard. Dus een dikke kus aan jullie tweeën. En ik zou zeggen, als je het nieuwe boek wil gaan lezen, vanaf 31 augustus is hij overal te koop. En ik zou zeggen, heel veel leesplezier. En ik zie jullie allemaal bij een volgende vlogos.